peace, understanding, de hele rattenplan. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, het wordt een feestje, denk ik, toch? Ik heb er heel erg zin in. Ja, en een paar collega's van Beauty doen natuurlijk mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het ervan af gaan brengen vandaag. Ja, je hebt deze week beleefd een rollercoaster, denk ik, voor jou met emoties. Ja, natuurlijk. Omdat William maar twee avonden niet was. Ook ja. Ja, oh, dat bedoelde je niet. Nee, try-outs zijn altijd een rollercoaster. Je wil het perfect en de tijd dringt. Dus het is heel spannend geweest. Ik wilde toch wel stellen, toen viel William even weg. En toen? Nou, toen heb ik een paar nachten minder geslapen. En hebben we heel hard doorgewerkt om toch al die details voor elkaar te krijgen. En dat is gelukt. Ja, de boodschap, de muziek is natuurlijk deze tijd misschien juist van toepassing? Ja, ik denk het wel. In alle stress die we hebben is het wel erg van toepassing om gewoon eens lekker te genieten en te relaxen. En neem het leven gewoon zoals het is en niet al die toestanden eromheen. Dus... Als ik zeg her, wat gaat er dan bij jullie door jullie heen? Vrijheid, blijheid, seks, drugs. Hippies. Lang haar, veel haar. Ja. Dat zoiets. En de muziek? Rock and roll, ja, ik hou van her. Swingend, tof, ja, een hele mooie muziek. Ja, heel erg leuk. Her, wat betekent dat voor jou? Peace, love and happiness. En vooral de love. Ja, het was echt heel bijzonder dat ik een beetje hier aan mee mocht werken. Wat gebeurde dan allemaal tijdens jullie repetities? Want dat moet heel veel emoties bij komen kijken, denk ik. Ja, het was echt een heel bijzonder proces om te zoeken naar deze vorm van her. Ik ben vooral echt heel trots op Stanley. Op wat hij heeft gemaakt en dat ik daar een klein stukje aan mocht bijdragen. Wat heb jij meegekregen van her van hem? Dit is eigenlijk voor het eerst dat ik niks heb gezien, al van tevoren. En, maar ik heb wel elke dag een man thuis gekregen die steeds meer geïnspireerd, soms echt gebroken, niet alleen door de lange dagen, maar ook gewoon doordat ze heel best wel diep moest gaan. In het repetitieproces. Soms stuiterend van wat hij allemaal aan indrukken had gehad. Zo'n man kreeg ik elke dag thuis. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat dan is. Waarom deze productie dat met hem gedaan heeft. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Jij in de zaal? Ik ben heel benieuwd. Ja, het is wel. Er komen wel heel veel herinneringen terug. En her was voor mij een hele mooie tijd. Dus ik hoop dat de show minstens zo te gek zal zijn. Wat was voor jou zo speciaal aan her? Dat het zeg maar echt. Wij waren een hele mooie groep samen toen de tijd. En we waren echt moderne hippies geworden samen. Ja, je gaat lekker naar her. Ja. Is het zelf een rent? Ja, klopt. En hoe ga je deze show bekijken? Wat voor gevoelens heb jij bij her? Oh, ik ben zo benieuwd. Het is natuurlijk eigenlijk rent en her. Is natuurlijk een soort van. Het lijkt op elkaar qua de spirit, de energie, wat de boodschap van het leven. En daar zitten natuurlijk heel veel vriendjes en vriendinnetjes van mij in her. En ik ben super benieuwd, ook omdat ze natuurlijk een eigen ding van hebben gemaakt. Dus ik kan niet wachten. Joran, hoe zit jij in de zaal? Trots sowieso, want ik heb allemaal ex-collega's van Grease natuurlijk bijna mag gaan kijken. Ja. En wat heb jij met her, het verhaal? Ik heb met her zelf geen heel grote effectie. Ik heb het nooit mogen doen of zoiets. Maar het is een onwijs toffe voorstelling. En de muziek is waanzinnig. En de beelden die tot nu toe voorbij zijn gekomen, die gereleased zijn van deze show, zijn echt onwijs mooi. Dus ik ben heel benieuwd. Rent, jullie gaan binnenkort beginnen. Hoe ver zijn jullie? Hoe gaan de repetities? Goed, we hebben doorgelopen al een paar keer. Dus het is eigenlijk al klaar. En we gaan nu de montage in een theater in met de band en zo. Daar hebben we heel veel zin in. En... ik kan niet wachten weer. Het is gewoon heerlijk weer om het te doen. Ik heb twee keer gespeeld in M-Lab. Had je het podium in het midden. Het is nu gewoon een lijsttheater. Wat kunnen we verwachten? Het is heel anders naar één kant toe. Ook om te doen. Maar nog steeds te gek. Het decor is gigantisch. Het is een soort van, het is het appartement eigenlijk waar je naar kijkt. En dat is heel erg tof. Dus ik denk dat het heel erg tof is om te zien. Omdat het een hele andere ervaring wordt naar één kant toe. Dus ik denk nog een keer komen is zeker de moeite waard. Nee, ik ben 55, dus ik ben geboren in 61. En waar gaat dit om? Eind 60er jaren, denk ik, hè? Dus ik weet dat nog wel. Ja, ineens lang haar, dat je haar over je oren mocht laten groeien en zo. En het werd maar langer en langer. En ja, ik vond het wel wat de beelden die ik daar nog van weet en zag vroeger. Ja, mooi. Absoluut. Woodstock. Liefde voor elkaar. Ja, ik heb wel wat met dat gevoel, maar ik kom niet uit de tijd. Maar dat flauwe powergevoel, het liefde, dat heb ik zeker wat mee, ja. Ze is 26. Ja. Ja. Deze tijd natuurlijk, hè? Het is broodnodig. Ja. Absoluut. Vanavond jullie gaan naar her, uit de Bodyguard. Totaal wat anders, denk ik. Ja, klopt. Het is totaal anders. Bij ons is het pop en vuurwerk en glitter. En nu is het allemaal bloemen en een beetje zweven. Flower power. Maar het is ook wel leuk om eens een keertje wat anders te zien.
Natuurlijk ook liefdevrije seks, alles kon toen in die tijd. Terugkijken wordt natuurlijk een beetje moeilijk, maar hoe kijk jij naar die tijd? Hoe kijk ik naar die tijd? Nou, liefde, vrije tijd, seks, al dat soort dingen. Daar ben ik heel erg fan van namelijk. Ik zou niet weten. Voor mij is het helemaal nieuw. Ik ken haar helemaal niet. Ik kom net uit Duitsland even om met mijn vriendin hier te zijn om te kijken. Dus we gaan het meemaken. Laat ons gewoon verrassen. Meer kan je niet doen, denk ik. Even een showtje kijken, daar heb ik wel zin in. Dus even wat anders. Hair the Musical. Terug naar de hippie tijd. Flower power. En ze hebben het helemaal naar het nu getrokken. Er zitten ook heel veel oud-collega's van mij, vrienden van mij, spelen nu in het stuk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb heel veel berichten gekregen over hun creatieve proces naar de première toe. En dat moest heel speciaal zijn. Natuurlijk ook omdat ze zich zo letterlijk blootgeven aan de vrijheid. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. En ook ondertussen al nu al heel trots op iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. Volgens mij hebben jullie net de Lion King gezien en nu bij Hair. Wat hebben jullie met Hair? Wat hebben we met Hair? Nou, Hair is een van mijn favoriete musicals, dus voor mij is het wel echt... Ik heb er super veel zin in en ik vind het echt heel spannend ook. Ja, en voor mij ook mijn oud-collega Kai Heijnen, die zit hier nu in. Dus ik ben zo benieuwd en echt heel trots op hem. Ja. Als je de muziek hoort, het verhaal van Hair, heb je er wat mee? De muziek is heel aanstekelijk natuurlijk. Wie kent het niet? Ik heb wel wat met de muziek, maar ook ik vind het verhaal ook heel vet. En het is een beetje vaag en ik hou daar wel van. Dus ja, ik vind het super cool. Maakt dat dan Hair voor jou zo speciaal? Nou, ten eerste de muziek, maar nu ook een vriend van mij, Jeffrey, die zit erin. Dat is een goede vriend van mij. En want hij speelt Claude en ik ben gewoon benieuwd wat hij ermee gaat doen. En wat hij ervan gemaakt heeft, dus dat vind ik heel spannend. Hoe gaan jullie deze voorstelling in? Hair, wat doet het met jullie? Nou, ik heb in 2007, dus dat is nu 9 jaar geleden, Hair gedaan. En wij gingen ook in première in Breda. Dus het is een soort trip down memory lane, ja. Heel veel zin in, ja. Dennis, wat doet Hair met jou? Ik heb natuurlijk ooit auditie mee gedaan met iCat Live, op televisie live. Dus dat lied ligt me nou wel dat ligt me nou in het hart. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb het toen die tijd niet gezien. Dan hadden wij misschien nog veel eerder wat met elkaar gehad. Maar dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er zin in. En volgens mij is het de tijd voor lekker flower power en wat fleurigheid. Dus volgens mij gaat het goed komen. Als je denkt aan Hair, wat vond jij een mooi. Wat staat jou het meeste bij aan Hair, de musical? Nou, sowieso de muziek vind ik echt fantastisch. Het zijn natuurlijk heel eindeloos veel klassiekers. Maar wat ik me nog van toen herinner, en ik heb gehoord dat dat bij veel groepen is die herdoen, is dat het echt love, peace and happiness, het werkt. Het is ook iets wat in de groep gaat zitten en waar mensen gewoon, je hebt gewoon een hele goede tijd. En dat is volgens mij de kracht die je over moet brengen op het toneel. En deze groep moet dat wel lukken, denk ik. Geef mijn kop en haar, lang blijvend haar, glimmend, hullend, vullend, bosje, dosje. Tot mijn knie dat haar daar, overal dat haar maar. Hier zat je, hier mami, overal papi, papi. Spoel het, voel het, God laat het me groeien, dat haar. Première, het kop is er vanaf. Hoe was het? Zie je de tranen nog in mijn ogen? Nee, het was echt heel bijzonder. Het was emotioneel ook. Ja, ik ben sowieso altijd wel een jankbal hoor. Maar dit was toch wel echt eventjes een speciaal moment. Je leeft hier zo naartoe met z'n allen. En dat je dat dan gewoon mag doen. En dat iedereen straalt. En dat we gewoon zo gelukkig zijn met z'n allen. Ja, ik zit echt op mijn plek. En iedereen volgens mij. En dat stralen we denk ik uit. Dat hoop ik. En ik voel het in ieder geval. En het is heel bijzonder. Ik sprak je aan het begin, toen had je het net over William even eruit viel. Ik denk dat nu alles op zijn plaats viel vanavond, denk ik, met deze première. Absoluut. Ik kan niet blijer zijn. Ze gingen all the way. Heel veel energie merkte ik. Was dat bewuste keuze? Want het knalde echt van het podium af. Ja, kijk, op zo'n avond krijg je altijd ook een tikje meer. Omdat iedereen natuurlijk hartstikke nerveus is. Ja. Maar dit is Hair. Dit gaat over jongeren die het van de daken willen schreeuwen. Die een mening hebben, die willen leven. Dus dat moet energie hebben. En in deze tijd, ik kan me zo voorstellen dat jullie met de repetities er ook naar gekeken hebben. Wat gebeurt er nu op de wereld? Heel erg, ja. Het is niet de allerleukste tijd. Nee. En het is zo actueel nog. Dus ja, where do we go, hè? Als je dan zo praat met die hele cast daarover, wat gaat er dan door jullie heen?
Nou, we hebben echt heel veel gesprekken gehad natuurlijk. Iedereen heeft ook zijn statements gemaakt, zijn mening gegeven. Ik vond het heel belangrijk dat ze allemaal weten waarom we deze show maken. En dat ze allemaal geëngageerd zijn. Dat we niet alleen maar een leuk liedje zingen, maar dat we iets willen vertellen. En iedereen heeft zijn eigen verhaal hierin gelegd. We zijn wel heel erg bezig geweest met het verhaal. We zijn er eigenlijk constant mee bezig geweest. Omdat het zo belangrijk is dat we nu, met alles wat er gebeurt in de wereld, er is zoveel onrust, er is zoveel oorlog, angst. En niet alleen ver weg, ook hier. En ik denk dat we zijn er ons daar heel bewust van geweest. Ja. Dat heeft heel veel emoties opgeleverd. Maar denk ik ook een heel oprecht verhaal. En een hele oprechte groep, ja. Hoe heb je deze première beleefd? Ja, fantastisch. We hebben zo lang hier naartoe geleefd. En ik heb al vaker tegen mensen gezegd dat we weten gewoon dat wat we in handen hebben, dat het gewoon heel goed is. En we staan achter de show waar we in staan te spelen. Natuurlijk is er extra spanning met zo'n première, maar we hebben gewoon gedaan waar we goed in zijn. En we hebben gewoon ons kindje mogen laten zien. En daar zijn we met z'n allen heel erg trots op. En de reacties waren fantastisch. We begonnen echt te vliegen tijdens de show. En de zaal die vloog met ons mee. Ja, heel, heel, heel dankbaar en heel blij dat ik in zo'n mooi stuk mag staan en dat we straks het hele land op gaan. Echt te gek. Leon, ja, jij bent ook, ja, je had het al van tevoren aangegeven bij de persmeeting, de vrolijke noot. Maar hoe heeft de vrolijke noot deze voorstelling beleefd? Ja, nou, ik vond het heel leuk. Vond je het ook leuk? Ja, ik vond het heel erg leuk. Ja, het was een hele fijne zaal en die ging heel leuk mee. En we hadden er gewoon met z'n allen ontzettend veel zin in. En we hadden er gewoon heel erg veel behoefte aan om gewoon lekker te gaan spelen. En gewoon lekker ons verhaal te vertellen aan de zaal. Dus dat was, dat is goed gelukt, geloof ik. Waar zie ik? Hoe is dat? Goeie koep. Die houden we er nog even in de komende 8 maanden. Nee, dat is heel zwaar. Ik denk dat ik 1,5 kilo extra draag op mijn hoofd momenteel. Maar dat hoort er allemaal bij. Daar leer je ook alweer mee omgaan. En nu lekker het dagelijks verhaal met heel veel energie, denk ik. Ja, het kost heel veel energie ook om te doen. Ja, maar het, en je krijgt ook zoveel energie terug. En dat is gewoon heel fijn. Dus ik heb echt met volle teugen genoten van deze première. Het nootje rolt vrolijk door. Ja, zeker. Ik rol nog heel vrolijk voor de rest van het seizoen door, zeker. Hoe is het voor jou gegaan met even die hik 2 dagen geleden? Ja, heel goed. Ik bedoel, ik ben heel blij dat ik die 2 dagen rust heb mogen hebben. Ondanks dat ik soort van gedwongen werd. Maar ik ben ontzettend blij. Ik ben nog steeds een beetje in een soort naroes. Mijn broer zei net in mijn oor dat het mijn beste première die ik ooit gespeeld heb. Dat vind ik een behoorlijk compliment. Ik vond De Kleine Blonde Dood altijd nog een van mijn hoogtepunten. Maar dit is gewoon zo'n intense rol. En ik heb gewoon, het is heel spannend om ineens in een week terecht te komen dat je even onzeker bent over of het lukt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Je wordt er heel klein van. Het is ook echt een mentale kwestie ook. Dus ik was echt naar het einde dat ik dacht, we hebben het gedaan en het ging supergoed. En iedereen is heel enthousiast. Ik kan niet meer van maken. Gefeliciteerd.